Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe, ik wil zeggen verhuisvlog, naar een nieuwe room makeover video. Ik ga in deze video mijn kamer inrichten. Ik ga mijn bed zelf maken, een tweepersoonsbed van pallets. Dus ik ga je laten zien hoe ik dat doe, een do-it-yourself. En ik ga het dus inrichten, kastjes in elkaar zetten, noem maar op. Dus echt de leuke dingen. Dus heb je zin in deze video, doe dan even het duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar maak je me echt super blij mee. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Laten we beginnen met het kastje in elkaar zetten van de IKEA. Oh my god, de hele middag verder. Maar het is me gewoon helemaal gelukt. Echt zo blij mee. Ik ga deze nog even afhalen, maar... Hier echt super blij mee. Deze komt dus tegen een beige aan en dan met mooie pluimen en een spiegel. En hier ga ik een beetje mijn deo en dat soort dingen doen. En een beetje wat hierin staat, want deze kast gaat weg. Want die vind ik heel rommelig en hij is ook kapot hier aan de onderkant. Die laadjes werken niet meer. Dus vandaar deze nieuwe vervanger. Dus ik moet nog een keer deze helemaal uit elkaar halen en slopen. Maar daar ben ik nu echt helemaal klaar mee. Het is ook al 5 uur, dus ik ga ook lekker eten. Nou, de vorige keer hebben we dus... de muren geschilderd en zo. Dus dat is ook top. Dus eigenlijk is de kwestie van schoonmaken. Dat ga ik straks nog wel doen. Want mijn bed moet hier nog wel voor tijdelijk staan. Anders kan ik niet slapen. Dus schoonmaken en... dan kunnen we het een beetje gaan inrichten. Misschien gauw. Oké, ik heb net even lekker gegeten. En nu wil ik dit helemaal uitzoeken. En wat ik wil houden en zo een beetje gaan indelen hierin. Wat mijn tactiek was, of in ieder geval een beetje wat ik wilde doen. Is dat ik 1 la echt voorraad wil doen. Ik denk deze iets bredere. Zodat deze 2 wat anders in kunnen. Want dit pelt gewoon uit. Het is echt verschrikkelijk. En ik heb ook nog hier. Het is echt heel erg. Het staat allemaal even hier. Want ja, geen plek. Maar hier zo onder heb ik ook nog wat dingen wat ik nu op dit moment gebruik. Dus dat wil ik allemaal een beetje gaan indelen. Dus dan ga ik deze even leegmaken. En dan ga ik dat ga ik niet vanavond doen, maar gauw een keer slopen. Maar dan staat in ieder geval leeg op mijn kamer. En dan ga ik dat dan wel een beetje hier indelen. Ik heb dus ook nog allemaal schoolboeken. Van het eerste jaar van Creative Business. Dus mocht jij het nodig hebben, let me know. Want ik gebruik het niet meer. Oké, ik heb dit deel stof gezogen en nu ga ik het echt een beetje menden van die kast. Maar nu ga ik dit daarin schuiven, want daar komt het uiteindelijk ook te staan. Dus ga ik het al een beetje neerzetten waar het moet. Gaat top. Ik laat het ding vol op mijn vaasje vallen. Nou ja, ruim ik straks wel op. Als ik er maar niet in ga staan met mijn sokken. Kijk, dit is echt top. Past goed. En dan komt hier dit kleine bureautje naast. Dus ga even kijken hoe dat mooi staat. Kleine progressie zit erin. Ik ben echt super blij met hoe dit er zo uitziet. En dan hier van die mooie droogbloemen ga ik er straks opzetten. En deze kast gaat weg, dus dat is ook top. Want dan kan ik hier mijn grote plant neerzetten. En hier wil ik dan mijn spiegelhoekje. Maar hier kan ik ook mijn spiegelhoekje doen, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, hier komt mijn spiegelhoekje ergens en mijn planten. Echt helemaal leuk. Ik denk een beetje hier, zodat je dat niet zo goed ziet. En verder heb ik bij de IKEA zo'n... een soort bureau tafeltje nog voor op je bureau besteld. Zo'n kleine, waardoor mijn scherm iets hoger komt te staan. En dat ik nog mijn toetsenbord daaronder kan schuiven. Waardoor ik hier dan gewoon bezig kan voor school of mijn laptop neer kan zetten. Dus dat is gewoon heel praktisch. Nou ja, dit allemaal moet ik nu gewoon even gaan indelen in deze lades.
En deze gaat dus nog helemaal weg. Maar dat ga ik een andere keer doen, want ik ben echt kapot. Het is al avond. En ik ben al de hele dag bezig. Dus dit ga ik een andere keer helemaal slopen. Die gaat gewoon helemaal weg, want dat is dus kapot. En dan komt hier zo mijn bed. En dan heb ik eigenlijk verder hier helemaal loopruimte. Omdat ik zo'n klein bureautje heb. En ik vind dat zo fijn. Oké, even een tussenstopje. We zijn er weer heel wat later. Dit vind ik heel mooi om hierboven te houden. Ga ik nog wel een keer helemaal uitzoeken. Maar nu heb ik hierboven dit. Deze had ik nog van de IKEA. Hier met mijn hoesjes. Hier mijn borstels. Hier moet ik nog iets bedenken. Hier wat van die clipjes. Mijn zonnebrillen. Ik heb dit wat ik weg ga doen. Ik ga die aan mijn zus geven. En als zij hem niet wil, gooi ik ze gewoon weg. Want ja, het is wel gebruikt. Maar ja, dit zijn echt mijn favorieten. Maar ik heb echt een zonnebrilverslaving. Dus ja, ik moest wat uitzoeken, want nu past het perfect. En hier mijn scrunchies en elastica. Dus dat heb ik in de eerste la. Tot nu toe in de tweede la heb ik een beetje, ja, de handige dingetjes. Ik heb hier wat van de Happy Soaps. Van die waxdingen, zonnebrand. Hier de scheermesjes. Ik gebruik eigenlijk alleen maar die. Maar goed, deze is wel handig voor als mijn vriend komt of zo. Nou, en hier mijn vitamines. Nou, en dan heb ik deze vol met handige boeken. Alle selfcare boeken die ik lees. Mijn brillen en mijn planner en kleurboek. Dus dit is eigenlijk wel echt heel erg overzichtelijk. Echt heel erg fijn. Nou, en nu wil ik deze la vol gaan doen dus met al mijn beautyproducten wat ik in deze twee lades had. Dus die zijn lekker leeg. Die kan ik dan met wat anders vullen. Dus dat wil ik eigenlijk in deze doen. En deze wil ik een beetje vrij laten voor perspakketjes die ik daar dan even in kan stoppen. Zodat het niet overal nergens in mijn kamer ligt. Dus deze wil ik eigenlijk een beetje leeg houden. Straks komt hier nog een kastje. Die dus. Want daar kan ik dan nog wat elektronica en dingen voor bij mijn bureau in doen. Dus dat is echt top. En dan heb ik hier dus nog twee laadjes over. En daar kan ik ook nog dingen doen. Dus ik heb echt heel veel ruimte opeens. Oh my god, ik ben kapot. Echt. Ik ben de hele dag bezig. Het is nu 8 uur. Ik heb alleen even gegeten. Het is echt heel slecht. Avondeten, maar ik heb ook niet gedronken. Ik heb zo dorst. Ik ga nu gelijk stoppen. Maar ik wilde het gewoon vanavond even afmaken. Want dan kan ik gewoon, of nou ja, afmaken. Gewoon dat alles een plekje heeft. Dat alles weg is in de gang. Want anders dan blijf je dat houden. Dus nu heeft het allemaal een tijdelijk plekje. Maar het ziet er ongeveer zo uit. Nou, die poster moet nog een plekje. Maar ik ben echt heel erg blij mee. Vooral met die kast zo. Hier even mijn bureautje zo. Nou, uiteindelijk gaat dit allemaal anders. Want die hele kast gaat weg. Dus dan heb ik hier veel meer ruimte ook. Maar echt heel erg blij mee. Die plant, die moet ik ook nog een plekje vinden. Maar voor nu is het even goed zo. En hier komt uiteindelijk mijn tweepersoonsbed. Morgen of een andere dag ga ik de kast waar jullie nu in staan, die lange, slopen. Daar heb ik nu echt geen zin meer in. Het is op weekend, zaterdag. Oh, het stormt ook buiten, maar ik vind het heerlijk, want ik zweet me kapot. Ik ga nu lekker water drinken, een wijntje nemen en douchen. En dan zien jullie mij de volgende keer als we het bed gaan maken. Goedemorgen, het is echt super mooi buiten. Het is dus code rood en het is echt, ik weet niet of je het te zien is. Van de auto's valt het heel erg mee, maar het waait ook echt mega hard. Maar, oh mijn god, daar rijdt iemand vet sloom. Er is gewoon zoveel sneeuw gevallen dat het dus code rood is. Echt bizar hoe hard het ook waait. Ik weet niet of dat te zien is. Maar goed, echt, ik hou van sneeuw. Ik vind het helemaal leuk. Maar omdat het code rood is, kan ik niet naar mijn vader. En normaal ga ik op zondag naar mijn vader. En ik kan ook niet naar mijn vriend, want we mogen niet de straat op hier. Want het is gewoon, ja, die kan niet echt rijden, zeg maar. En het is ook niet dat hun dichtbij wonen. Mijn vader woont dus bijna een uur rijden en mijn vriend een kwartier. Dus helaas. Maar toen dacht ik, nou, dan gaan we gewoon bezig met de kast slopen. Dus het ging heel makkelijk. Dit ging er sowieso heel makkelijk uit. En nu, dit is een beetje het kutte deel. Want nou ben ik dus, oh kijk hoe stoffig ook. Met een boer dit er allemaal zo uit aan het, wacht, waar zit nog één? Hier. Uit aan het schroeven. Nou, dat gaat dus super easy. Maar dit allemaal gaat niet echt uit elkaar. Dus dat ga ik gewoon met sloopwerk doen. Uitsteken. Oeps. Ook overal. Nou wordt het nog te
ja, kijken waar ik dit hou. Want dit kan ik natuurlijk niet verder nog breken, want het is gewoon één grote plank. Dus ik denk dat we gewoon een keer in een stort of zo moeten rijden. Ik heb hier een pakketje binnengekregen en dit is het laatste pakketje van de IKEA. En dat is dat ding die ik op mijn bureautje wil doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem openmaken. Tadaa, dit is toch top zo. Past ook heel leuk bij mijn diffuser. Maar het is eigenlijk vooral heel praktisch. Dus want deze kan ik gewoon hieronder schuiven. Nou, deze eventueel ook. Dan kan ik hier nog wat dingen in doen. Heel erg handig. En dan kan ik hier gewoon bezig met, nou ja, school bijvoorbeeld. En dan zit ik niet zo met die, ja, muis en zo in de weg. En het is ook heel erg fijn om je computer iets hoger te hebben. Dus het is eigenlijk heel erg praktisch. Dus hier ben ik echt blij mee. Hij is dus van IKEA en hij kostte €19,99 of 95 of zo. Dus dat is echt nog wel een topding. Ideaal. Nou, we zijn druk bezig met de pallets, het bed. We hebben net alles al geschuurd met zo'n apparaat. Heel handig. 53. En nu zijn we bezig met dus het bed en de rest ligt van beneden. Oh, een nisje van... Oh, dat stof. Kabel even in de hoek trekken. Voilà. Ik ga er nu even zo'n dekentje onderleggen, zodat de matras niet kapot gaat. We hebben het ook al helemaal glas geschuurd. En dan gaan we even de plank hier ophangen. Waar de lijsten op kunnen. Ja, die komt daar. Nee, die komt niet daar. Nou ja, dan maak je eens een vlammoir. Nou jongens, het bed is gelukt. Echt zo cool, vind ik hem. Er komt alleen nog dus de plank boven met... Wow, ik heb me dus verbrand, maar ik weet niet zo goed waaraan. Maar er komt nog een plank boven met lijsten. En er zijn dus net twee pakketjes binnengekomen. Dus die ga ik even openmaken, want dat is dus voor het bed. Heel erg leuk. Er komt nog een nieuw dekbed op. Die heb ik al. Die heeft mijn moeder toevallig. Oeh, toevallig nog. Nieuwe kussens heb ik besteld. Nieuwe kussenslopen en een topper. Dus even kijken wat er binnen is gekomen. Oké. Okay. Wow, ik zit gewoon vol op de doos. Als eerst van Smulders Textiel. Ik heb dit trouwens gewoon zelf allemaal besteld. Dit zijn volgens mij de kussenslopen. Dit is echt snel binnengekomen. Ik heb het gisteravond besteld. Om 9 uur. Ja, dit zijn de kussenslopen. Set van 2. Dat was volgens mij €20. En dat was gewoon katoen en dan wit. Dus dat is echt top. Want ik heb ook nieuwe kussens besteld. Deze, ja, die kunnen dan lekker weg. Ik heb echt van die grote... super size, king size kussens of zo besteld. Mijn nieuwe mega kussens zijn binnen. Echt super chill. Zo, en dan was dit eigenlijk alweer de room makeover van mijn kamer. Hier heb ik dus een bed met die pallets. Echt super leuk. Er moet alleen nog wat gebeuren. Namelijk, die plank moet opgehangen worden. En die lijsten komen dan dus daar. Dus die plank komt daar en die lijsten daar nog. Dus dan is het hier ook nog leuk. En dan komen nog van die... Ja, een soort van kerstlampjes nog helemaal erbij. Dus het wordt echt zo'n gezellig, cozy plekje. Maar ja, dat komt nog, maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad. En deze video wil ik wel gewoon dinsdag online hebben. Dus vandaar, dat komt nog. Dus dat komt heel leuk daar. En die kleren gaan natuurlijk ook weg. Dat is nog voor een shoplog. Dus dan is het hier gewoon helemaal leeg en helemaal mooi. Echt heel erg blij mee. Ik heb deze kussens trouwens ook nieuw van de Xenos gekregen. Echt super leuk. Die passen helemaal bij het sfeertje. Dus dat is mijn bed. Echt heel erg chill. En die topper is ook echt heel erg fijn. Ik zou die anders wel even in de beschrijving linken. Nou, dan heb ik hier dus een plant. En ja, mijn kamer is zeg maar in de basis af. Maar er komen nog wel wat dingetjes. Er komt namelijk nog zo'n hele mooie pot. Waar je in kan. En ja, dan is dat gewoon helemaal leuk. Dan deze kast dus met hier. Dit allemaal. Heel erg schattig. Ik heb er nu even een klein vaasje neergezet met wat bloemetjes, maar dat gaat vanzelf dood. Dus dan is het weer leeg, maar heel erg blij mee. Ik heb deze dus van de Jumbo. Nou, die spiegel en dan dit met mijn stenen. Ik ben nog heel veel andere stenen aan het sparen, edelstenen. Ik ben daar echt gek op. Hier is mijn bureautje, echt heel erg fijn met die laadjes en zo. Die zijn van de IKEA, de bureau is ook van de IKEA. En het toetsenbord en zo schuif ik allemaal hieronder, dat is gewoon echt ideaal. Nou, hier kan ook nog van alles in. Dus echt heel erg blij met dit hoekje. Dan hier dus nog dat kastje met van alles en nog wat. De diffuser.
hier nog een plant. En daar komt dus ook nog een hele mooie pot voor. Maar die komt nog allemaal. Nou, dan zo. Hier mijn spiegel. En natuurlijk mijn make-up boekje. Dus dat is eigenlijk mijn kamer echt heel erg blij mee. Maar goed, er komt dus nog een plank met leuke dingetjes en planten en bloemen. Dus ja, dat is het eigenlijk. Nou, dan was dit de room makeover. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, doe dan even dat duimpje omhoog. Duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Maak ik hem echt heel erg blij mee.